Ja, Frenkie, je geplaatst voor de Champions League. Vitesse opgerold, een prachtige vriendin en nu voor het eerst bij Nederlands elftal. Wat willen mensen nog meer? Nou, het kan altijd beter natuurlijk, maar Wat kan er nog beter dan? Het kan er nog beter, nou, er kan altijd wel wat beter. Maar afgelopen week was het inderdaad heel goed. Ja, en nu voor het eerst bij Nederlands elftal. Hoe ga je erin? Is dat dan spannend? Voel je dan nog echt spanning? Nou, natuurlijk is het wel, voor de eerste keer heb je altijd wel wat spanning. Maar het is niet dat ik extreem zenuwachtig ben of zo, dat zeker niet. Maar ja, het is gewoon meer dat het leuk is en dat je ernaar uitkijkt. Ja, en dan niet niks waar je in valt. Hè? Het grote afscheid van Sneijder, mag jij meedoen? Jij moet toch eigenlijk, als we zien hoeveel talent je hebt, hoe goed het gaat, de nieuwe man op het middenveld worden hier over een jaartje? Ja, over een jaartje. Nee, ik denk niet dat het zo werkt. Als je er net bij komt, ik ga gewoon kijken hoe de week loopt en dan zie ik wel wat mijn rol is. Waar verheug je het meest op? Verheug ik me meest op gewoon de trainingen en de wedstrijden, kijken hoe het niveau is. Ja, en dan nog terug even naar die loting. Athene, Benfica, Bayern. Moet kunnen, hè? Tweede plaats. Nou, ik denk dat we wel, we zijn heel euforisch nu op het moment natuurlijk. En ik denk dat we ook zeker een goede kans hebben op de tweede plaats. Maar het is niet zo dat wij even de favoriet in de groep zijn of zo. Maar is het wel het doel? Nou, het doel is doorgaan, ja, zeker. Laatste vraag. Barcelona, hoe zit het er nu mee? Nou, de transferperiode is dicht zoals je weet. Dus Barcelona, dit is gesloten boek op dit moment. Baal je ervan dat het niet is gelukt? Nee, helemaal niet zelfs. Ik had al voor mezelf ook al wel redelijk snel duidelijk dat ik wel bij Ajax wilde blijven. Of er moesten echt gekke dingen gebeuren. En dus ik ben hartstikke blij dat ik nog bij Ajax speel. Of een halfjaartje weer een kans? Nee, dit seizoen acht ik de kans niet heel groot. Je kan het nooit uitsluiten, maar dit seizoen zal ik hoogstwaarschijnlijk wel bij Ajax blijven. Ja, dan met Ajax maar de Champions League winnen, toch? Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik weet niet of het realistisch is, maar natuurlijk ga je daarvoor.